erg leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Familie Lakat. We zijn lekker wakker geworden. Ja, we hebben zin in, jongens, want het is lekker een beetje bewolkt. Ja, het is wel een beetje bewolkt vandaag buiten. Kijk, jullie zien de wolkjes vandaag. Wat vinden jullie van mijn nieuwe zwemmen outfit? Nieuwe trendsetter, jongens. We gaan vandaag lekker zo zwemmen. Sinterklaas op ja, zou ik zeggen doen. Oh, Sinterklaas komt ook nog bij. Nee, laat Oké. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We gaan vandaag weer lekker genieten van onze vakantiedag. En nemen jullie natuurlijk vandaag weer gezellig mee. Ik ben even achtergebleven met Ila in de kamer. Staan is met Mark en Deborah naar buiten. Die gaan even lekker zwemmen. De reden waarom ik ben achtergebleven is omdat het mannetje weer even een dutje moet doen. Al heeft hij daar helemaal geen zin in. Maar hij is wel een beetje moe. Oh, nu ga je wel doen alsof je moe bent en een dutje gaat doen. Hè? En ik ga even editen. Werk gaat gewoon door. Ik heb alles meegenomen om door te kunnen werken. En toen waren we weer een paar uur later, een paar uur verder. Ila heeft een dutje gedaan van 3 uur of 4 uur. Ik heb 2 vlogjes kunnen editen. Daarna ligt ook te slapen aan het zwembad. Ik kreeg net een foto doorgestuurd. Het is nu volgens mij 4:30. Dus ik denk niet meer dat wij nog gaan zwemmen, maar onszelf zo meteen een beetje rustig aan gaan klaarmaken. En dat we hier gewoon lekker een leuk avondje gaan maken. Want er zijn nog een paar dingen die we hier in het hotel hebben gezien, die we nog niet hebben gedaan, wat je in de avond gewoon kan doen. Zo, Stan is ook weer aanwezig, nog een beetje bijgekleurd, want hij is wel weer aardig donker geworden. Ik was vandaag een filmpje aan het editen. Dat was op de dag voordat we op vakantie gingen. Toen was jij zo wit. Ja, als ik het verschil nu zie, het is echt bizar. Nou, Deborah is omgekleed. Ja, het is tijd om te gaan. Ik ben ook helemaal opgefrist. Maar wij gaan eventjes nu op tijd, dat het nu nog licht is. We willen even naar buiten een foto maken. Het is nu een uurtje of 7 uur, kort over 7. Debbie, wat heb jij vandaag gedaan? Zwemmen. Heb je lekker gezwommen, schat? Nee, ik niet. Pijn. Hij is best wel vaak gevallen deze vakantie. Dit is bloed. Dat is bloed, voor degene die niet weet. Ja, en mijn badmeester heeft ook een beetje pijn. Ja, heeft jou het badmeester gehoord van papa, heeft een watje erop gedaan, hè? Heeft het desinfecteerd. Maar daar word je alleen maar sterk van, hè? Het is ook echt perfect qua zon nu om lekker een foto te maken. Want het is nu net een beetje, nou nog niet helemaal aan het ondergaan, maar het staat gewoon wat lager. Voor degene die zich afvragen waarom Deborah zit en Ila loopt, geen idee. Ila houdt alweer van lopen, Deborah niet. Kijk hoe die loopt, maar hij gaat ook alle kanten op. Deborah lijkt op mij, hè. Ja. Zo, we zijn aangekomen op deze bestemming. Wie weet nog wat dit is. Waar zijn we, Dev? Marky! Malediven! En daar is Marky, onze fotograaf voor vandaag. Deborah, geef ik zo. Waar ben je een foto filmen? Foto time, fotoshoot, fotoshoot. Niet zo in je rug. Mooie Debbie. Billen, hoor. Wauw, wat een mooie billetjes, hoor. We hebben lekker wat foto's gemaakt op deze plek. Eigenlijk is het nu, het is nu 8:15. Dit is echt het perfecte moment om foto's te maken. Want nu heb je eigenlijk zonsondergang. Het is nog mooi helder. Ja, daarachter is dus de kermis. We gaan eerst even lekker eten. Nu is weer een heel stukje lekker teruglopen. Oeh, even lekker genieten. Het is echt lekker weer. Het is trouwens niet warm s'avonds. Klammerig of zo, maar gewoon echt lekker te doen. Want je kan met t-shirtje lopen zoals, of schoenen lopen zoals Sarah, zonder dat het koud warm is. Of zoals mij. Slippers is het ook niet koud, dus het is echt perfect weer ook. Nou, we zijn inmiddels klaar met eten. Helemaal niet. Nee, Sam is nooit klaar met eten. Ik probeer rijst met stokjes te eten. Oh ja, wat een sushi gehaald. Eerlijk, de meest bizarre sushi ooit heb ik hier dus vandaag geproefd. In Turkije. Waarmee vullen ze de sushi? Turkse yoghurt. Zal ik het even laten zien? Deze sushi is dus letterlijk gevuld met Turkse yoghurt. En de combinatie, Turkse yoghurt is wat meer zuurig, denk ik, hè? Ja, wat meer zuur dan gewone yoghurt. Dus het was ook wel weer even een ervaring. Nou, zit even lekker na te tafelen. Maar ik bedenk me dat we eigenlijk helemaal niet hebben laten zien hoe het eten eruit ziet. Maar ze zijn nu aan het opruimen, want wij zijn weer eens een keer de laatste mensen aan. Nou, niet helemaal, maar een beetje laat. We doen lekker rustig aan. Ik denk dat we nu al een uurtje zitten te tafel of zo. Nou, dit gaan we ook eventjes uittesten. We gaan, hoe heet je het? Fish therapy. FFF's. Het zijn dus van die visjes. Dr. Fish of fish therapy. Maar deze visjes eten dan de dode huidcellen van je voeten af. Dus we gaan even kijken. Ik denk dat we het allemaal wel willen. Deborah, die wil niet echt. Nou, die man legt nu net ook uit dat ze eigenlijk een soort bloedcirculatie op gang zet. Zeg maar dat soort massages. Als je last hebt van pijn in je voeten en zo. Gaat het terug. Nou, ze gaat het nu even uittesten. Ben je even zo goed? Hoe noem je dat? Steek je hoofd erin. Ja, steek je hoofd erin, ja. Al die ga er maar helemaal in, zegt hij. Oké, ja. Nee,
Die man zegt, je maakt ze dood als je dat doet. Kijk al gelijk, wat is het? Zo, deze visjes zijn ernstig. Ik durf niet, ik zweer het. Wat een korkurm. Hij zegt, er gaan zelfs kinderen in de cel, zegt ik ben bang. Ja, steek je voet er eens in, man. Zeg hem hard in. Volgens mij kiet dat het zo erg. Nou, gaan jullie ook even laten uittesten, babyvoetje. Kijk dat koffie. Oké, ik ga nu eerst even met mijn broertje. Esra. Nee, maar ik doe me alleen maar. Ik doe. Hey, Esra. Ja? Ben je klaar voor? Ja! Ik doe alleen maar op jouw gezicht. Wacht, ik ga eerst met eentje. Oké, 1, 2. Ik durf niet. Stop! Okay, ja? Alleen gezichtsuitdruk, ja. Oké, ja. Ze komen al. Ja, ga dan maar. Lijkt het op een hele kleine groep. Ja. Oké. Okay. Esra, alleen op je. Esra. Doe nog één keer. Esra. Als het eenmaal zit, ze gaan zelfs tussen je tenen. Nee. Esra. Nee dan. Jero, wacht, ik ga nog één keer, ja? Oké, mensen, nog één keer haar gezicht, moet je zien. Oké, ik ga nu, ja? 3, 2, 1. Esra. Ik wil niet. Dus één keer. Gaan jullie maar. Nee, ga dan maar. Oké, ik ga, ja? Kom. 1, 2. Esra, gewoon ontspannen. Ja, nee, ik kan dit niet, man. Ik ben echt nee, ik ga niet. Oké, nu gaat Mark. Kom op, Mark. Rustig. We blijven ontspannen. 3, 2, 1. Hij maakt me niet erin. Papa, ze aan jou en ik is er. Ik hou mijn voeten op het grond, dat is niet aan de onderkant gekomen. Dus we hebben geen geplet. A few moments later. 3, 2, 1, helemaal onder. Oh my god, ik zit erin. Oh my god, mensen kijken hier echt aan. Hè, hè. Dat werd tijd. De helft van je tijd is al om. Je zit er eindelijk in. Wat, wat net donker is dat van die hele lolly in zijn mond. Is het lekker, boef? Hè? Oeh. Loopt je zo stil, mensen. Hele workout. Even kijken, wat gaan we nu doen? We gaan even Mark ophalen, die was even naar de kamer toe. Mijn broer had een taartje gekregen voor zijn verjaardag aan het hotel. En die hebben we nog in de koelkast liggen, dus die gaan we nu opeten. Dus we gaan even lekker taartje eten, een dag na zijn verjaardag. We gaan even de kamer in voor mijn broertje Mark. Het ziet hier echt heel anders uit. Het was dus wat meer luxe. Dit is best wel creepy. Kijk hoe lang deze gang is. Nee, dat is een ziekenhuis of zo. Nou, zelfs dat van ons is luxer. Zo, die file is inderdaad veel breder. Ja, maar ik mis wel een raam hier. Zo, dit is echt breed. Oh, hier tussendoor naar de buurtjes. Oh, spiegels. Oké, jongens. Twee vrijgezelle jongens. Dus, Oké. Okay. Oh, nee, ba. Niet eten, jongens. Het is vies. De grond is vies. Nee! Hé, maar wat is hiermee gebeurd dan? Niet opstaan. Maar ze zijn ook allemaal gewoon kapot. Ja, maar de helft was al gesmolten door het warme weer. En wat overbleef is van alles. Housekeeper! Oh je! Housekeeper je! Oké, kinderen op de kamer. We laten gelijk merken dat we er zijn geweest. Klaar. Daar ga je M&M's. Nou, we hebben alsnog een taart. Oh, laat die taart eens zien. Oh nee, je hebt hem niet eens afgedekt. Oh. Jullie hebben echt een leuke ruime kamer. Ja, de deur hier naar de ja, zag ik, ja. Oh je, housekeeper je, oh je.
niet zo. Jongen, jongen. We laten jullie één keer onze kaarten gooien. Lang zal die leven. Lang zal die leven. Lang zal die leven. En de gloria. En de gloria. Jezus, vandaag nog. Hij is brandmelder. Ja, daar. Ik zat ook al te denken. In de gloria. In de pim. Hoera. Nee, die sterretjes kan je niet blazen. Nee. Wauw, wat is hier gebeurd? Schrijft die lolly ook op de grond? Oh mijn god. Ik zou die housekeeping morgen maar even een dikke fooi geven. Zo, dit is het uitzicht van de boys. Voor de disco. Kermis. Kijk dan hoe leuk die Malediven-huisjes zijn versierd. Of nou ja, gewoon een licht. En dit is de kant van het hotel. Alle Malediven-huisjes. Hier hebben we dus een paar dagen geleden gechilled. Kijk hoe mooi. Jullie hebben echt een leuk uitzicht hoor. Geen bang, ik wil los gewoon de kamer uitsturen. We breken echt de kamer helemaal af. Maar hey, kijk, jouw broertje is slim, hij is al lang weg. Ja, mijn broer zit gewoon bang, is... heeft geen idee. Mannen, het is jij tegen ons vier. Wie zijn bed is dat? Hij heeft suiker op zijn bed gegooid. Er is net suiker op het bed gegooid. Ah, gaf. Ik kan echt niet meer. Bedankt voor de gastvrijheid, jongens. Het was echt gezellig hier. We hebben ze net opgesloten buiten. Daar is de bosjes, man. Nou, tijd voor de party arena. We gaan even naar de... waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe dan? Party! Party! Ja, dan wel de hele tijd naar de disco. Dus zo, het wordt wel een beetje donkerder. Disco, disco, party, party. Disco, disco, party, party. Zo, ja. Oude fan, heb je nog zin in een party? Oké, dat zie je. Dit is gewoon een hele party arena hier. En het is volgens mij, ja, dat zijn ze ook voor families, gezinnetjes tot nu. Dus. Kijk, dat kopje van Eli. Die disco hebben we ook even een keertje meegemaakt en gezien, want Debra heeft het altijd over disco's en feestjes en meisjes die dansen. Want net woordje op het vond je het leukst. En toen zei Debra ook de meisjes die aan het dansen waren. Dus nou, dat is in ieder geval geslaagd. Nu denk ik nog even dat we een drankje doen. Debra wil heel graag nog even popcorn halen. Dat is nu nog een half uurtje open, want het is 11:30 nu. En dan kunnen we even lekker popcornje halen voor Debra. Late nachten, jongens. Ja, het worden late nachtjes, maar ja, op vakantie zijn we niet heel moeilijk. En hoort er gewoon even bij. Oké, we zijn even in een gamehall beland, waar je dus ook allemaal spelletjes hebt.
En... Huh? Ja, ik weet al wat Ila heeft gevonden. Oh, wacht. Ik ga voor iedereen even wat aanzetten, want hier moet je zo'n kaartje kopen met groen. Papa, kijk daar aan. Wow, dan is de politiemotor. Goed hoor. Papa, ben je ook? Zo. Oh my god. Zeg aan dat ik ga straks echt kapot. Oké, muntjes nodig. Hij rijdt gewoon, ja, echt hè. Wat moet je doen tegen die? Je moet ze tegenaan schieten, Devon. Wow, pak ze allemaal. Wow, 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 wow. Papa helpt even een handje. Zo, ze komen gelijk ook kapot snel. Kijk, Ila gaat op alle kanten op. Wat zo, lieverd. Wat zo. Oké. Ja, joh. Zo, we zijn weer even aangekomen op ons balkonnetje. Lekker buiten. Het is zo lekker. Ik zei net al eerder, je hebt al klamme gedrag. Even de deur lekker open. Oh. Deze meisjes, weet jullie welke nummer dit is? Nou. Laat maar in een reentje weten. Reacties. In de Leland. Oké, dus soms in de reacties laten weten welk nummer dit is. Zo'n rondje. Oké. Nou ja, ik weet niet waar. Of over onze kamernummer. Nee. Bedoel je deze drie luiden? Ja. Oh, weten jullie welke cijfer dit is, welke nummer? Laat het maar even weten, vraagt Debran. Weet jij het antwoord? Nee. Oh. Welk nummer is dit? Ik ga het stiekem zeggen. Huh? Weet je het nu? Ja, nul. Oh, nu heb je het al verklapt. Nou, als je het goed had, hè? Ja. Nou, we gaan even lekker genieten van het uitzicht. De maan schijnt je fel boven ons. Het is zo mooi, echt waar. Ja. Wij gaan het vlogje voor vandaag lekker even afsluiten. Vond je een leuke vlog? Dan een duimpje omhoog. En dan blijf ik vanavond. Doei, iedereen weet het doei al, hè? Doei van de kermis. Doei van de kermis. Doei. Doei. En lekker popcorn eten. En popcorn eten volgende keer. Ila ook nog. Shh.